Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Vivas, Ladies, Gents and More. U kijkt naar De Waard aan tafel. We hebben zojuist gesproken met Gerlanda, maakster van de film over bodemdaling in de Krimpende Waard. We gaan het zo hebben over de petitie over het behoud van het Groene Hart met directeur Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Alex Ouwehand. En zometeen de kleine windmolens in de gemeente Krimpende Waard met wethouder Wisha Pannenkoek. Maar eerst ratten bestrijden. Hoe werkt dat precies? Arno. Amo, jij bent ongediertebestrijder. Ja, klopt. Ja. Hebben we veel last van ratten momenteel in de gemeente? Je hebt er last van op het moment dat mensen ze gaan zien. Kijk, we hebben natuurlijk best wel veel ratten in Nederland. Vaak worden ze zeg maar niet gezien, maar op het moment dat ze gezien worden, hebben mensen meteen de grootste paniek en gaan ze bellen en gaan de alarmbellen af. En daar willen ze dan ook meteen op reageren. Dus ja, afhankelijk even van de hoeveelheid monitoring of de hoeveel meldingen, laat ik het zo zeggen, weten we in ieder geval hoeveel ratten er zijn. Oké. Hoeven ons dus geen zorgen te maken voor een rattenplaag op dit moment? Nee, nog niet. Nog niet? Dat is puur afhankelijk van hoe we onszelf zeg maar gedragen voor een groot gedeelte. Ja. En hoe de ratten daarop reageren. Oké. En over welke soorten rat hebben we het in de gemeente? Ja, je hebt het voornamelijk eigenlijk in Nederland over de bruine rat. Als je gaat kijken zeg maar, naar de ziekteverspreiders, zeg maar, zoals wij hem kennen. Ja. Uiteraard heb je dan ook nog zeg maar, de muskusratten, die heel veel zeg maar, in de waterlichamen en dergelijke zitten. Ja. Maar die worden meer bestreden zeg maar, door Rijkswaterstaat. Okay. Zeg maar de huistuin- en keukenrat, zoals wij hem kennen, dat is eigenlijk meestal gaat het over de bruine rat. Oké. En hoe kunnen we ongedierte zoals ratten het beste voorkomen? Voorkomen is eigenlijk makkelijk eigenlijk zorg dragen voor het feit dat je zeg maar, geen afval, rotzooi wegwerpt, ergens neerlegt, open en bloot neerlegt. Zorgen dat je toegangspaden en dergelijke blokkeert. Dat je eigenlijk alle mogelijkheden voor een rat om ergens binnen te komen of ergens van te eten, dat je dat zeg maar tegengaat. Okay. Als je dat niet doet, ja, die beesten hebben een heel klein gaatje nodig om naar binnen te gaan. En dan zijn ze binnen en dan zijn ze lekker warm en dan gaan ze voor de rest op zoek naar eten. En dan gaan we ze wat vaker zien. Ja. Oké, en er is per 1 januari een nieuwe regelgeving. Ja, er is een nieuwe regelgeving eigenlijk met een heel mooi Nederlands woord. Noemen ze dat IPM, Integrated Pest Management, zoals het heet. Ja. En wat dat eigenlijk gaat gebeuren is dat in het leven is geroepen door zeg maar, te zorgen of te proberen dat er minder giftige stoffen, biociden zeg maar, of rodenticiden, giffen, zeg maar, in het milieu terechtkomen. En er is eigenlijk een heel plan gekomen om te zorgen zeg maar, dat we eigenlijk het gebruik van die middelen zo min mogelijk gaan gebruiken. Op zich is dat hartstikke goed, ja. Hartstikke goed nieuws. De praktijk zal echt leren zeg maar, hoe dat uiteindelijk zeg maar, gaat plaatsvinden. Want wat het eigenlijk is een verzamelnaam eigenlijk van een heel programma. Wat je eigenlijk zeg maar afdraait als bestrijder in samenwerking met je klanten. En dat kunnen uiteraard bedrijven zijn, maar particulieren. Okay. Om te zorgen dat je zeg maar, dat tegen gaat. Ja. Hè? Dus we spreken dan over veel meer papierwerk in eerste instantie. Uitleggen van wat de reden is, wat mensen moeten doen. Je krijgt een soort risicoanalyse die je moet gaan doen. Je hebt tijd nodig uiteindelijk om te zeggen van op het moment dat er een rattenpopulatie is. Hè, hoe gaat dat dan te werk? Dat noemen ze dan met een heel mooi Nederlands woord ook habitat management. Ja. En wat het eigenlijk is, is van in hoeverre heeft een rat de mogelijkheid om ergens binnen te komen. Om ergens doorheen te lopen. Om ergens zeg maar, te komen op een plek waar die eigenlijk niet gewenst is. Waar we ze ook bijvoorbeeld gaan zien. Nou, op het moment dat je dat hebt, dan kun je uiteindelijk daarin overgaan. Aan de ene kant om te zorgen dat dat bestreden wordt door middel van het dichtmaken van gaten. En zorgen dat je het... Ja, de mogelijkheden dat hij wat gaat eten weghaalt. Ja. Dat noemen ze meer het habitat management. Dus het veiligstellen van dat soort zaken. Mm-hmm. Op het moment dat dat niet gaat lukken, zal je het plan moeten aanpassen. En zal je meer moeten gaan op mechanische bestrijding. Dat wil eigenlijk zeggen klapvallen of levend aasvallen, waar we het net over hadden. Mm. En op zo'n moment kun je kijken ook van in hoeverre zeg maar, je daar de rattenpopulatie mee constant dan wel lager kan houden. Als laatste redmiddel, en dat was vroeger natuurlijk, dat zijn we niet gewend, komt er pas zeg maar biocide aan te pas. Ja. Dat klapvallen of livestockvallen niet werken, mogen met gif gaan werken, maar dat mag ook maar gedurende een tiental dagen, waarna je daarna het weer moet terugbrengen naar het chemische, of naar het niet-chemische, sorry. Ja. En wat je daardoor dus krijgt, is dat je eigenlijk de tijdspanne van het bestrijden van ratten, in dit geval, eigenlijk langer
laat zijn, 2-3 weken om te zorgen dat je alles van tevoren af gaat stemmen van wat kan wel, wat kan niet. Waar groeien ze nog, gaan ze terug. In plaats van dat men vroeger deed van ik heb gif, ik zet hem er neer. Jan en Alleman kon gif kopen op dat moment. En het werd daar neergelegd en de rat ging dood. Nou, dat willen ze tegengaan. Nou, dat is, ik denk, een hele goede zaak. Ja. Echter, de praktijk moet nog gaan leren uiteindelijk hoe dat uiteindelijk zeg maar zijn weerslag gaat hebben. Want je moet nu wel zorgen dat je alles gewoon goed blijft regelen. Dat de rat niet, zeg maar, rattenpopulatie niet groter gaat worden. Dus jouw werk gaat er ineens heel anders uitzien? Het gaat er anders uitzien, ja, absoluut. Ja. Waar vroeger, zeg maar, meestal 1 bezoek/2 wel voldoende was in een wat kortere periode, zal het nu in een wat langere periode zijn. Ja. Wel keurig gedocumenteerd met alles erop en eraan en geregistreerd. Echter, zullen er ook meer bezoeken moeten plaatsvinden om te zorgen dat je het een en ander in de gaten houdt. Doe je dit alleen? Ik doe het zelf. Ja, ik ben, zeg maar, wel zelfstandig. Alleen ik heb heel veel collega's die hetzelfde doen en die mij ook helpen. En die kun je ook gewoon zelf inschakelen. Dus je krijgt nu meer werk? Ik krijg meer werk. Dus ik heb ook collega's die hetzelfde werk doen. En die samenwerking wordt dus uiteraard op dat moment ook wel veel meer gevraagd. Dus je kan het nog wel aan zo meteen? Ja, zeker. In de zomer wordt het natuurlijk wat lastiger. Wordt het allemaal wat breder. Dan komen de insecten er ook nog bij natuurlijk. Dus dan heb je wespennesten. Nou, je kan ook voorstellen dat met een wespennest, dan hebben mensen ook meteen een acuut probleem. Dus dat is ook meteen vandaag bellen, morgen schakelen. Dus dat is wel iets waarvan je uiteindelijk moet zeggen van, dat moet je goed in de gaten houden. En zorgen dat je alles goed regelt, laat ik het zo zeggen. En dat de klanten tevreden zijn. En dat is iets wat we uiteindelijk met de nieuwe wetgeving gaan meemaken. Nog één klein maatje nog even. Dus je moet als bedrijf ook gecertificeerd zijn. Ja. Dat moet in eerste instantie per 1 januari 2023 moest dat zijn. Heel veel bedrijven hadden dat nog niet of die waren ermee bezig. Nu is het wel zo dat het gif wat op dit moment nog gekocht wordt en wat je dus als gecertificeerd plaagdierbestrijder kan kopen, kan je als consument niet meer kopen. Hm. Wij mogen het nog wel kopen en mogen het ook gebruiken nog tot en met december 2013. Dus dat is nog iets wat zeg maar ook nog de mensen wat ruimte geeft om te zorgen dat het nog wel gebruikt mag worden. Ja. En als consument kun je het niet gebruiken. Dus er zijn twee uitdagingen als het ware. Aan de ene kant het langere traject voor de bestrijding, maar wel heel goed ten opzichte van de biociden, dat die minder in de natuur komen. En dat het eigenlijk alleen maar gedaan wordt door professionele mensen, plaagdierbestrijders. Mm-hmm. En ten tweede is de verantwoordelijkheid ook een groot deel bij de klant neerleggen, dat hij of zij, het bedrijf, niet zelf, zeg maar, wat gaat kopen, dan wel via het internet of op de zwarte markt, om te zorgen dat het toch gebeurt zoals het vroeger altijd ging. Want daar zijn we natuurlijk wel een beetje meester in om te zorgen dat we toch op slinkse wezen, ja, weet je, ik wil het probleem opgelost hebben, ik wil gif, daar is ze dood. Weet je, dat is een beetje de gedachte die er nu meestal is bij de mensen. En dat is iets wat we uiteindelijk zullen moeten afwachten, in hoeverre we dat stukje allemaal onder controle kunnen houden. Oké. En klopt het nou eigenlijk dat ratten banger zijn voor mensen? Ja, ratten zijn hartstikke bang voor mensen. Oké. En op het moment dat jij dus ergens komt, zal een rat heel snel wegschieten. Ja. Kijk, de enige manier waarop die niet wegschiet, is op het moment dat hij in een heel klein ruimtetje zit en daar niet uit kan, weet je, dan is het wel gevaarlijk. Ik heb een collega, op het moment dat hij een rat ziet in een kruipruimte, gaat hij ook die kruipruimte niet in. Want dan kan zo'n rat niet zo snel weg. En dan is het natuurlijk best wel gek of eng, of vindt men het een beetje eng. Maar rat is in principe heel erg schuw. Dus op het moment dat hij het ziet, gaat hij weg. Op het moment dat je dus ook bijvoorbeeld een rattenkist neerzet met erin een klapval of gif, dan zal de eerste week zal een rat daar geen eens naar omkijken. Het is nieuw in zijn territorium. Hij denkt van, daar ga ik niet in. Ik wacht eventjes. En na een week zegt hij ergens een schoonmoeder of een jonge lid van de familie zegt, ga jij eens eventjes kijken naar wat er aan de hand is. Op het moment dat er dan iets is, dat zijn slimme beesten, en hij merkt dat het zeg maar niet goed is, dan gaan ze er niet meer heen. Dus dat is ook nog een uitdaging die we hebben. Hoe slim zijn die beesten? Kunnen ze dit omzeilen? Of kunnen wij het omzeilen? Oké. Okay. Nou, bedankt voor je verhaal. Graag gedaan. Zijn er nog vragen? Nee, niet echt. Het was een duidelijk verhaal. Dat is mooi. Ja, ik heb één vraag. Ja. Mijn buren hebben een composthoop en ik zat ook te overwegen om er één te nemen. Maar ja, als ik dit zo hoor, gaat die dan? Is dat eigenlijk ook een uitnodiging voor ratten? Nee, dat hoeft niet zo snel. Kijk, een rat zoekt uiteraard warmte en onderdak en het liefst eten erbij. Hè? Dus op het moment dat je zegt, ik zou een kippenhok nemen, weet je, daar zou ik nog een tweede keer over gaan nadenken, want dat is wel heel erg leuk. Maar zeg maar in 75% van de meldingen die wij krijgen, zit er meestal een kiphok of een konijnhok in de buurt.
Daar heeft men makkelijk voedsel. Men kan daar zeg maar mooi onderdoor graven. Ja, en dan, weet je, dan hebben ze alles. Hè? Onderdak, warmte en voedsel. Ja. Dan gaan ze niet meer weg. Dat vinden ze heerlijk. Ja. En een composthoop is ook interessant voor egels. Dus als je egels in je tuin wil hebben, dan is dat wel een pre. Ik heb een egel, okay. Een egelhuisje. Nou, die worden alleen niet bestreden, egels. Nee, laten we dat vooral niet doen. Goed, dankjewel.